Paribas Fortis stelt voor. Deze maand in Cinevox aandacht voor Crimi Clowns. Eerst een gewaagde serie, nu ook de gedurfde langspeelfilm van en met Luc Wijns. Clowns die gangsters zijn. Dat zeggen, clowns zijn over hun hoogtepunt, hebben een hele hoge levensstandaard, willen constant naar de hoeren en lekker gaan eten, maar hebben geen geld. Dus 's nachts bivakmutsen op en inbreken. I am the dragon. Het is een visuele rollercoaster. Het gaat heel hard, het is heel rock and roll, het is heel grappig, het is geweldig gewelddadig en het is heel sexy. Ronnie, help! Als jij me zegt, help me, help! Oh, papa! Vrouw, die gaat bijvoorbeeld niet af waarom dat er een gouden gids van 2007 op tafel ligt. Nou nee, daar ben ik echt helemaal niet mee bezig. Eigenlijk zeer politically incorrect. Dat weet ik. Dat maakt het juist zo correct. En in Brussel gaan we langs op de set van Het Vonnis, de 12e film van de meest productieve man van de Vlaamse cinema. De film gaat over Luc Segers, gespeeld door Koen de Bouw, wiens vrouw en dochter worden vermoord. En de dader komt vrij door een procedurefout. Je hoort Jan doorklinken in de pleidooien en in de hele rechtszaak natuurlijk. Is het niet een beetje raar dat we door Luc Segers te verdedigen eigenlijk de rechtsstaat aanvallen, die wij toch worden verondersteld om serieus te nemen? Ja, maar misschien heeft die rechtsstaat ondertussen het recht verloren om serieus genomen te worden. Luc Segers staat volgende week in de beklaagde bank, precies omwille een procedurefout. De geweldige Jappe Klaas die zegt in dossier K: recht is niet hetzelfde als rechtvaardigheid. Daar gaat het vonnis in essentie over. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.